Normaal gesproken heb ik voor het volgende nummer altijd een vrijwilliger nodig uit het publiek. Jullie komen zo. Alleen, er staat hier achter mij een, ja, hoe zeg je dat, meester? Meester Frank, gewoon Frank. Hoe noemt jou gewoon? Hey, Frank! Kennen jullie Frank? Is Frank een beetje populair? Jawel, hè? Dames en heren, ik roep er even bij. Maak een applaus voor Frank! Dames en heren, ja, blijf staan. Jullie geloven dat niet, hè? Maar ik ken Frank al heel lang. Ik heb nog opgetreden met zijn vader. En dat is voor de intimie, maar er zijn tijden geweest dat hij kleiner was dan zijn vader. En die is ongeveer net zo groot als, iets groter dan Van Velzen. Dus dat is heel lang geleden dat ik ook zo klein was. Maar goed, Frank gaat voor jullie optreden. Ja. En Frank gaat namelijk voor jullie een stukje blazen. Dat is het best bewaarde geheim van school, want Frank zit namelijk al vanaf zijn zevende jaar bij de harmonie. Ja, en daar is hij vroeger heel vaak mee gepest. Maar om nou te laten zien dat hij het heel goed kan, gaat Frank voor jullie een stukje blazen op voorwaarde dat heel het veld meedoet. Dus niet het halve veld, maar heel het veld. Borstel, kunnen we dat afspreken? Want hier, Frank, pak een trompet. Neem even wat adem. En dan zeg ik, Borstel, zijn jullie er klaar voor? Oké, hou je vast. Mag ik een applaus, als het kan, voor Frank de Toetelman! Oh, mooi, ja! Draai van steen, geweldig! Borstel kan tellen! Die handen in de lucht! Speciaal voor Frank, die komt terug! De tijd! Oké, Borstel, we gaan zakken. Door de knieën zakken. Zakken. Hier ook zakken. Achterin. Zakken door de knieën. Daar is hier ook zakken. Meester zijn juf achterin ook zakken. Ik wil niet zeggen dat je niet mee moet doen. Zakken. Oeh, solo. Blijf op de knieën. Hey, jongens, geweldig. Ik heb al veel meegemaakt, joh. Dit is zo, ja, ik kan hier een puntje aan zuigen, hoor, dames en heren. Oké, blijf zitten. Daar komt ie, speciaal voor Frank. Frank de Toetelman. Doe even mee, daar komt ie. Frankie, mijn uit!